Mandela, Gandhi, Soekarno. Mandela kwam uit de gevangenis met president. Wat deed hij als president? Zijn grootste vijand, de cipier van de gevangenis, de beul van de gevangenis, werd zijn eregast. Hoe kan dat? Op dat punt overstijg je alle tegenstand. Dus dat is dit. De Chinezen zeggen, die twee tegenstellingen, het doen en het zijn, moeten elkaar omhelzen. En versterken. Maar vlieg je uit de bocht. Mandela deed dat. Waarom? In de stilte van de gevangenis heeft hij zijn eigen leiderschap ontwikkeld van zichzelf. Hij zegt, was gewoon wie ben ik. Wat is de zin van mijn leven? Hij was onvrij. In de cel. Maar innerlijk beschikte hij over de grootste vrijheid. Hij kan ja of nee zeggen op zijn situatie. En dat is onze grootste vrijheid. Ons leven kunnen we niet bepalen, geloof dat maar. Al denk je dat, je kunt het je leven bepalen. Ik ben 88. Al mijn plannen zijn mislukt. Geen één plan van mij, wat serieus opgepakt was, is succesvol geworden. Wat was mijn succes? Wat mij toeviel? Wat gebeurt er namelijk? Je hebt een droom. Je hebt een droom. Die droom zit hier. Die droom gaat vooruit. Jongens. Opeens ontmoet ik iemand. Toen ik me voorstel. Hé, zeg ik. Dat klopt precies met mijn droom. Ja. Dat valt je geen toeval als noodlot, maar het valt je toe. In de relatie. Hap, wat succes. Ik ken grote ondernemers. Ik vraag me, hoe ben je zo groot geworden? Door toeval. Toevallig, een vriend van mij vroeg me dat wil je me helpen. Ik hielp hem met zijn groot bedrijf. Waar zit dat in? In deze droom. Hier zit onze energie. Wij zijn geneigd in al onze bedrijven te controleren. Controleren. Ja. Ik weet niet of jullie onder jullie accountants zijn. Een accountant is een geschiedschrijver. Niet meer. Je weet nooit wat in de toekomst gebeurt. Je kunt alleen maar opschrijven wat er in het verleden gebeurd is. Ik wil een voorbeeld nemen. De hoge snelheidslijn van Nederland. Ik weet hoe het in België verlopen is, maar ik weet wel hoe het in Nederland verlopen is. Hoogsnelheidslijn, daar ligt hij. Klopt niet. Mag nog rijden. Waarom niet? Het veiligheidssysteem durft niet. Een commissie wordt er gesteld. Wat doet die commissie? Gaan ze controleren wat er gebeurt. Maak een rapport, 3 maanden. Dit is het rapport. Dit is er fout gegaan. Ze herstellen dat. 3 maanden. Op het bedrijf. Mislukt weer. Weer een commissie. Weer 6 maanden. Mislukt weer. Nu is bijna failliet. Hoe komt dat? Die commissie wordt ingesteld. Zijn geschiedschrijvers. Die gaan na hoe het vroeger ging.
En dat gaat ze herstellen. Dus ze gaat de geschiedenis herstellen. Ze gaat niet herstellen om de toekomst. Want hoe meer je controleert, hoe meer je bedrijf vastloopt. Waarom? Waar je aandacht aan besteedt, ga je aan werken. Ik wil een voorbeeld nemen van mijn jeugd. Ik was 4 jaar. Ik kreeg een mooie rode fiets. Ik vat een grote tuin. Met 1 boom. Klein boom. Mijn vader zei, ga maar rijden, ga maar leren rijden. Als je maar niet in de boom oplost, want dan kan de fiets niet in. Dus ik krijg, heerlijk, pas op die boom. Heerlijk, pas op die boom. Heerlijk, pas op die boom. Pas in die boom. Herken jullie dit? Nou, dat gebeurt met een controlesysteem. Een controlesysteem schept fouten. Of ze worden zo slim dat je niet ontdekt dat ze fouten maken. Waar wordt controlesysteem in zitten? De controle moet niet hier gaan, maar hier. Ik moet controleren of mijn verandering, mijn droom, beter realiseren. Of mijn droom beter wordt gerealiseerd. Dat is controlesysteem. Dat is een zingeving. Die moet je controleren. En hoe ontstaat dat? Door te weten wat je droom is. De meeste weten het niet. Dit is de taal van je hart. Dit is de taal van je verstand. Ik ga nou eventjes een experiment doen. Want wat is de taal van je hart en wat is de taal van je verstand? Mag ik dan bij het aanbeveren? Maar ik vraag, wat doe je voor werk? Ik werk op de bank. Op de bank, waarom doe je dat? Oei. Ja, dat doet het eigenlijk al jaren. En, ja, waarom? Waarom doe je dat? Ik krijg nog altijd voldoening van de resultaten. Je wil voldoening hebben. Waarom wil je voldoening hebben? Om een goed gevoel te creëren. Wat? Een goed gevoel creëren. Waarom wil je een goed gevoel hebben? Maakt mij gelukkig. Wat? Maakt mij gelukkig. Waarom wil je gelukkig zijn? Je maakt me gelukkig. Waarom wil je gelukkig zijn? Waarom wil ik gelukkig zijn? Ik voel dat je vastloopt, hè? Ja. Ik kan die vraag iedereen stellen. Wat gebeurt er met deze vraag? Wat doe je? Waarom? 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 Kom je hier bij? Je hart heeft geen woorden voor je zekerheid. En hier heb je precies, nou stoot je precies op de kracht van je zingeving. Waarom? Gelukkig zijn, ja waarom? Nou, dat geluk, dat is dit gevoel. Je kunt het niet onder woorden brengen, maar dat heb je wel. Dan die waarom vraag. Toyota stelt bij elk nieuw product 5 keer de waarom vraag. Met heel zijn team. Vanaf de directeur van de groep tot aan de schoonmakers. Waarom? Waarom 5 keer? Wat gebeurt er als je het 5 keer vraagt?
van zijn droom. Zonder woorden, maar wel door bewust worden. Je ziet ook Japanners altijd een kleine groepjes rondtrekken. Denk eens een picknick, nee. Het is een tocht van deze reflectie. Over die waarom-vraag samen te praten. Ik ga een ander voorbeeld doen. Wibo in India. Een van de grootste metaalindustrieën in India die ook onze hoogovens hebben overgenomen. Wibo had 5 jaar geleden een gemiddelde van zijn werknemers was 35 jaar. Op dit moment 24 jaar gemiddeld. Jonge mensen. Hoe doet hij dat? De recrutering van personeel, de recrutering, is niet op grond van diploma's, maar die vraagt gewoon waarom wil je bij Wibo komen? Ja, waarom wil je dat? Die vraag die ik zelf gesteld. En het eindpunt bepaalt of je aangenomen wordt of niet. Pas je op je Wibo of niet. Wat krijg je? Dat je Wibo alle neuzen in één richting ziet. Op het zijnsniveau. Herkennen jullie dit? Ik vraag niet of je het begrijpt, maar herkennen jullie dit? Ja. Ook bij je kinderen. En niet zo lang. Ja. Ik zei altijd, mijn moeder, ik vroeg aan mijn moeder, waarom maar die vogel vliegen? En mijn vader vliegen. En ik niet, omdat een vogel is. Ja, maar waarom is hij een vogel en waarom kan ik niet vliegen? Daarom, zei mijn vader. Vraag het aan je moeder. Voelt u? Mijn moeder gaf me een zoen. Ik ging op haar schoot. En ik begreep het verder. Ik vroeg niks meer. Zie je dat? Ik riep hard als kijk aan. Je moet zelf niet te hard lopen in je val. Ik viel natuurlijk. Vol bloed. Mami, huilend bij mijn moeder. Ik kreeg een zoen en piep weg haar. Wat betekent die zoen? Dat mijn moeder mij op dit niveau raakte. Eerst zei ze hier, niet hardlopen, je valt. Ik doe het toch niet. Toen ik viel, kreeg ik hier een zoen. En ik voelde geen pijn. Geborgenheid? Ik heb er geen woord voor. Je hebt het zelf ervaren wat het is. Dus het is zijn ervaring. En die zijn ervaring kunnen we allemaal beleven. Mag ik een voorbeeld doen? Ik zit daar. Op mijn bureau krijg een brief, wil je deze statistieken invullen? Kost je maar een kwartier. Wat voor zin? Ja, leg eens op een kast. Ik bel op aan die secretaresse. Zeg, waarvoor heb je die dingen nodig? Voor een statistiek? Vertel eens mij. Wie heeft ooit de statistieken gelezen? Ja, tot nu toe niemand. Nou zeg, zwartgeur in de vullen. Zonder van een tijd. Wat doen wij heel vaak? Wij doen werk op het routine. En dan komt er zat eens een keer en ik zeg, waarom? Even stil zijn. Waarom doe ik dit? Nonsens.
gedaan zijn. En als je dat doet, bespaar je 50% van je tijd. Misschien worden we boos, maar je bespaart 50% van je tijd. We doen zoveel dingen wat niet nodig is. Je vraagt nou eens, waar ik de tijd vandaan heb, om overdag zoveel dingen doen. Ik doe dit. Bespaar me 50% van de tijd. Al mijn antwoorden, e-mail, beantwoord ik zelf. Waarom? We zijn 2 minuten klaar. Via mijn secretaresse duurt een week. Plus nog een hele lijst, moet ik allemaal nog moet afwerken. Onzin! Pas de prullenbak in. Zelf even zeggen ja of nee. Klaar. Dan maak ik wel fouten soms, natuurlijk. Dus ik kan het ook, maar ik maak ook fouten. Sorry dat het fout is, maar andere keer beter. Gewoon doen. Je kunt dus zeggen, ik heb deze taak. Ja, wat ik moet doen. Waarom doen ze dat? Onnodig. Ik ga natuurlijk aan de rector vragen. Is dit nodig? Zeg je misschien ja. Ik vind het niet nodig, dus de prullenbak in. Als hij mij dat vraagt, dan zal ik antwoord geven. Dat heb ik zo. Dat mag je niet doen. Goed, volgende keer beter zijn. Maar ik heb nooit de prullenbak gegooid. En van tijd besparen. Voelt u wat ik die stilte momenten inbouwen? Wat betekent dat? Moet je even hier. Waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Dus probeer dat maar eens een keer. Ik heb, toen ik moderator was van studenten in Nederland, moest een stage lopen. En in het buitenland, 2 maanden. Ik heb ze nooit voorbereid. Ze gaan zelf zwemmen. Maar één ding moet je doen, elke avond. Een dagboek bij. Neem een schrift, zei ik. Schrift, links, een logboek, wat gebeurt er, kort, rechts, wat voel ik, wat heb ik ervaren, waarom weet ik. Toen ik de vergadering had, voelde ik me rot, voelde me onzeker. Maar toen die vrouw erbij kwam, voelde ik me opeens prettig. Allemaal opschrijven, in het rood, links in het zwart. Daaronder een cijfer. 1, 2 of 3. Niet denken, maar ervaren. Een 1, vandaag is een rotdag. Een 3, het is een mooie dag. Heel mooie dag. 2, ik weet het niet. En heel veel dagen van studenten zeggen ze een rotdag. En heel veel dagen, ik weet het niet. Maar zijn enkele dagen, een mooie dag. En dan ga ik kijken, daaronder. In 1 zin. Wat heb ik vandaag geleerd in 1 zin? En dan komen ze thuis, na 2 maanden. En dan ga ik de rode draad volgen. Waar halen ze een 3? En wat hebben ze geleerd? Waar ze plezier in? Ik zeg, dat is de vocation. That's your vocation. Dat is je zingeving. Als je deze draad volgt, heb je precies op de lijn van je zingeving. Dat is zoiets als een vliegtuig op Schiphol landt in de mist, dat je een baken. Als je links van het baken vliegt, dan krijg je tuut, 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 tuut. Rechts krijg je tuut, 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 tuut. Als je op het baken zit, dan hoor je alleen 1 toon. Tuut.
Dan weet je, je zit op het water. Dat hebben wij ook. Als we een goed gevoel hebben, dan zitten we op onze lijn van de zingeving. Dat noemen de Joden shalom ervaring. Innerlijke rust en vrede. Nederlandse vrede is geen oorlog voor hem. Maar Joodse shalom en het islamitische shalom, shalom alaikum, shalom, betekent ik wens je deze innerlijke vrede. In rust van dit gevoel. Je kunt vragen stellen hoor, niet allemaal zo stil, maar je kunt wel zo lang. Het gaat er over stil. Wat? Het gaat er over stil. Gerust vragen stellen. Want ik kwam dus van jullie vragen uit. Of ervaring, mag ook. Maar op enig moment zijn dingen niet anders te duiden dan door gevoel. En toch moet je ze op enig moment kwantificeren. 1, 2 of 3. Voelt slecht. Ik weet het niet. Of voelt goed. Zie je die... Ja, die... Yang Yin? Ja. Nou, het denken en voelen. Ja.